Weet je wat mij wel een leuk idee lijkt? Nee. Als wij vandaag van telefoon wisselen. En dan mag je alles doen op de telefoon. Vandaag wissel ik één dag van telefoon met Guy. Zullen we gelijk oversteken? Ja. Guy is 5 jaar. Hoe oud ben jij? 4. Super random. Sleeters. En een legend for life. Ik heb maar even een Kaulo bouwvakkershoes gekocht, zodat de telefoon gaat overleven. Kijk, doe hem even hierin. Mag ik dan ook bepalen dat ik op YouTube ga? Iets van Mosbroek of zo ga. Druk ik erop en dan koop ik die. Oké, dames en heren, jullie hebben het gehoord, jullie hebben het begrepen. Guy en ik wisselen van telefoon. Succes, Guy. Iedereen die mij vandaag probeert te bellen, het spijt me. Je krijgt een 5-jarige aan de lijn. Monster trucks die kunnen op het water rijden. Verstuurbare. Letterlijk mijn hele leven. Hey, piemeltje. Hey! Ik begrijp mijn hele les, piemeltje. Kan op internet zoeken. Hoe zien komt dat eruit? Hey, Siri. Alles goed? Hey. Dat is niet aardig. Ja, hoor je het ook van Siri, dat is niet aardig. Kelvin. Ik heb de indruk dat je niet helemaal blij bent. Ik ben wel blij, hoor, Siri. Nina komt eraan, moet je gaan laten schrikken. Guy, Guy kwam niet mee vandaag. Oh. Nee, Guy kon niet. Ja! Zo. Maar ik ga op YouTube Tarzan. Ga ik wel... Tarzan. Oh, oké. Okay. Het is niet de echte. Kijk. Bro, dit is de oldschool Tarzan, bro. Echte Tarzan. Echte Tarzan. Wat moet ik nou doen? Heet het spelletje spelen? Ja, ik wil toch Subway Surf spelen. Jij moet Subway Surf downloaden. Ik weet dat niet. Dat is jammer. Dat ga je wel doen. Nee hoor, dat ga ik niet doen. Help. Zal ik maar gewoon Subway Surf downloaden? Dan hou je eens een keer je grote muil. Wat? Ik introduceer het wapen om ervoor te zorgen dat een kind stil is. Oeh, oeh. Ineens random Guy springt op, hij is helemaal blij, hij zegt oh ik heb iets in mijn tas. Wow. Kun je de hele dag met mijn telefoon en dan ga je Subway surfen. Ja. Oeh, wordt gebeld. Hi. Is dit de telefoon van Guy? Ja. Hoe is het? Goed. Wie ben jij? Ik ben een man met een snor. Wil je... 2 dagen lang neem jij zijn telefoon over. Ja. Nou, dat lijkt me een heel verstandig idee. Je hebt ook veel meer talent. Oh, Guy, wil je trouwens iemand zien die heel dik is? Ja hoor. Ja? Nou, hier heb je hem hoor. Moet je kijken. Van een dikke ben niet voor ik. Hoi. Hoi. Hoe heet jij? Guy. Guy, alles goed? Ja. Zeg maar doei Bram. Doei Bram. Doei Guy en doei Kelvin. Dat was leuk. Oh, nee, ik mag gewoon niet afpakken. Belt Bram mij een keer? Ja, Bram en ik hebben niet zoveel... Nerves. Oh, sorry, ik wilde even praten in de camera, maar blijkbaar niet echt ruimte voor. Oh, hey. Ben dat niet? Ga jij met mij naar de sportschool? Nee, ja, het is jouw telefoon, maat. Ja, maar hij vraagt of jij Ja, wat vraagt hij? Hij vraagt of je mee naar de sport. Maar ik heb liever dat jij mee gaat naar de sportschool, want ik heb het gevoel dat jij wat sterker bent. Dat komt... Nee. Laat eens even één spierbal zien. Wow, dat is een dikke spierbal. Wat zei hij? Gary! Hij heeft gewoon JJ weggetrokken. Oeh. Gary! Gary! Hey, hij wil even met je praten. Guy, dit was JJ Boske. Misschien kon ik wel met hem iets leuks doen. Jij mag dat niet. Oh. Ga jij nu JJ terugbellen? Ja. Maar je drukt hem de hele tijd weg. Hij drukte jou weg. Wat doe jij allemaal? Ga je nou TikTok maken? Beroerte alarm. Herkent u een van de signalen? Kan ik verder? Ik weet niet of je hem moet plaatsen, want je lijkt wel echt een beetje bezeten. Nou, we gaan weer 30 seconds spelen. Jullie weten dat het de laatste keer bijzonder goed ging. De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door... Kerk. Ja, netjes. En Guy wilde het weer spelen. Laten we eens beginnen bij 1. Ja. In welke plek moet je koken? In die. Goed zo. Als je moet plassen, waar ga je dan naartoe? Naar de wc. Waar drink je water uit? Glaas. Ja! Wat komt uit een kip? Sliertjes. Ja, en niet één, maar... Twee. Ei. Twee eieren.
Ja, lekker. Zo'n rode vrucht die je kan eten. Aardbei. Pers. Ongeveer zo groot. Kers. Nee. Tomaat. Ja! Oh, wie belt je nou weer? Hallo. Hi. Dit is november. Oké. Waar gaan jullie het over? Over het leven. En over hoe leven ontstaat. Ja, ik geloof er niks van. Wij hebben thuis konijnen. Die met grijs heet. Klaasje en dat is het meisje. Een beetje met grijs, dat is de. Oh ja, dat met grijs, die heet Klaasje. En die met al helemaal zwart, die is Doris. Ja, een keer heeft altijd hele samenhangende gesprekken. Dat is altijd top. Daddy! Druk je hem nou weer weg? Je moet hem maar uit laten praten. Hey. Als ik wat wil zeggen. Oké. Want ik wil hem laten zien. Ja, wat is dat? Grote rol met glitter om in te knijpen. Maar weet je, zou ik wat zeggen? Ja hoor. Wil je eens bij mij komen, want dan mag je ook met de bal spelen. Ik weet niet waar je woont. Zou ik laten zien hoe hard je kan rennen? Ja hoor. Wow. Wow! Kijk maar, Carlo, sikker. Ik heb dit meegenomen. Een nerf. Een nerf gun. Zo. Lekker man. Kijk, als je mijn telefoon pakt, dan moet ik jou wel kunnen vertrouwen. Ja. Dus ik heb iets voor jou. Een leugendetector. Dan kan ik jou een paar vragen stellen en dan kan ik kijken of jij de waarheid vertelt. Vertel je altijd de waarheid? Dan gaan we dat vandaag even testen. Even jouw vinger. Oké. Hoe heet jij? Vier. Ja, dat klopt. Als het groen is, dan is het de waarheid. Als ik zeg, hoe oud ben jij? Vier. Dat klopt niet, dan wordt hij rood. Hoeveel broers heb jij? Twee. Goed zo. Heten die broers Piet en Jan? Ja. Nee. Oké, dan gaan we. Heb jij wel eens iets gestolen? Nee. Oeh. Ja, broer. Dat was je nou even aan het liegen? Ja, maar ik wist het niet. Ik had een keer bij Yuko wat heel veel pijltjes gestolen. Bij Yuko? Wie is Yuko? Mijn vriendje. En heb je dat ook verteld? Nee. Wanneer heb je voor het laatst gelogen? Bij Yuko. Goed dat je de waarheid vertelt. Peuter je wel eens in je neus? Ja. Goed zo, maar dat is toch smerig? Vind jij het leuk om met mij te chillen? Ja. Ja, ik vind het wel. Vind je het niet leuk? Wel. Hoe vaak heb jij je broers wel eens geslagen? Ik denk 10 keer. 16 keer. Nee. 8 keer. 11 keer. 12 keer. 100 keer. 100 keer? Nee. En dan de laatste vraag. Ga je voorzichtig zijn met mijn telefoon? Ja. Ik ga het wel doen. Oké, nou mag jij een vraag aan mij stellen. Heb jij een keer je kat op zijn kont een kusje gegeven? Maar nee. En ja, nee. Nee, ik spreek de waarheid. Dat heb ik nog nooit gedaan. Heb jij al een keer onze konijntjes op hun poep een kusje gegeven? Nee. Wel. Je staat wel, kijk maar. Misschien wel. Oké, sorry, ja, dat heb ik wel een keertje gedaan. Misschien. Die heeft inmiddels mijn Instagram stories ontdekt. De filters vooral. En nu, waar gaat hij mee? Huh? Oh, ze heeft zelf op mijn story gezet. Wat een mooie foto. Ik ben het heel leuk. Zet hem maar, ja, schrijf er maar een beetje tekst bij. Hartje erbij, zo. Ge. Ja, hier, gi. Ah, nu staat er ge. Ja. Ja, lekker. Aan die ander. Oh. Nee, dit is Poel. Dat is Quinten. Oh, kijk wat daar is. Boom het. Gaan we er even op? Oké, we gaan er al even op. Ik kom nog eentje hoger. Wacht dit eigenlijk wel? Ik denk het niet. Ik denk het wel. Oké, dan. Dit is een boommetje voor iedereen. Dit is een piratenschip. Ja. Komen hier echte piraten op? Hier komen echte piraten op. Hey! Wat doe je? Hey, doe rustig met mijn telefoon. Hey, mag Kees? Ga je voorzichtig zijn met mijn telefoon? Ja. Gooi zo mijn telefoon naar beneden? Ja, oh mijn doosje. Yo! Oh mijn doosje, kijk dan. Gast. Nou, als ik iemand wat dood maak, kan ik zo vast houden. Zal ik jou er eens even afgooien? Hey. Nee.
Zo voelt het dus als je er vanaf gegooid wordt. De telefoon werkt gelukkig nog. Ik ben wel blij dat ik dat hoesje heb gehaald. Kijk even hoe hoog dat is. Ik denk prima 10 meter of zo. Hier is gewoon een random iemand aan het bellen. Hey. Zeg maar. Hoe is het? Ja, ik heb mijn telefoon een dag aan een 5-jarig kind gegeven. En die is allemaal mensen aan het bellen. Jij bent daar één van. En ik was een beetje vereerd dat jij mij ging bellen. Maar... Nee, helaas. Hij is dik. Wow, dat is lekker. Je kan allemaal kleuren kiezen en zo. Die blauwe? Ja. Dat is eenhoorn. Lekker, hè? Dankjewel. Dankjewel. Is die lekker? Ja. Maar waar smaakt die blauwe naar? Eenhoorn. Nou, hoe weet jij nou hoe een eenhoorn smaakt? Alles wordt er gedaan. Dat weet je toch niet? Hoe kan het dan een eenhoorn smaken? Kijk wat ik voor elkaar heb gekregen, Guy. Nee hoor, dat heb jij niet gedaan. Jawel, dat heb ik wel gedaan. Echt niet? Nu zijn ze allemaal weer door elkaar. Wat doe je nou? Alles door elkaar gedaan. Oh. Het is tijd om... Weer normaal te doen. Ik mag weer mijn eigen telefoon. Nee. Je hebt hem al van een boom het afgegooid. Of ik want dit, dat je nu tot aan het einde van de dag mag maar als ik... Terug gaat dan, wil ik hem mee. 2 dagjes. Guy, we kunnen dit op de makkelijke manier doen of op de moeilijke manier? De makkelijke manier is dat je nu aan me geeft. De moeilijke manier is dat ik je helemaal verrot sla. Moeilijke manier? Oké. Guy, veel plezier met je speelgoedtelefoon. De groeten. Ik neem die camera mee. Nee. Guy? Nee. Blijf van die camera af. Nee. Blijf van die camera af. Jij zei dat ik hem 2 dagjes blijf van die camera.